Welkom bij Brain Pickings, de podcast voor HR-professionals, leidinggevenden en ondernemers. Ik ben Leslie, founder van Zigzag HR. En met Zigzag HR dagen we jou uit om jezelf en je vakgebied heruit te vinden. Abonneer je dus zeker op dit YouTube-kanaal of volg ons op jouw favoriete podcast-kanaal. De snelheid van verandering is zo groot dat er een drastisch nieuwe manier van werken nodig is om bij te benen. En dat heeft een impact op wat voor werker dient te gebeuren, hoe we dat werk organiseren of herorganiseren en wie we daarvoor nodig hebben. Bedrijven zullen er enkel in slagen om hun strategie te realiseren als medewerkers hun werk kunnen en willen blijven doen en als ze dat werk ook als zinvol ervaren. Dat weet iedere HR professional, maar hoe begin je daar nu concreet aan vanuit HR? Wel, talentenkort en reskilling is geen HR-aangelegenheid. Het is een business performance-vraagstuk dat daarom niet alleen van HR kan en mag vertrekken. Wat de rol van HR dan wel is, wel, dat ga je natuurlijk het komende half uur ontdekken. En ik kruip daarvoor in het hoofd van Thomas Spencer, senior manager bij Deloitte en een expert in strategic workforce planning en analytics. Hij heeft mij een positief verhaal beloofd over de toekomst van werk en vooral een business case voor het herdenken van werk. Met gelukkige mensen, een gelukkig HR-team in een omgeving die wendbaar genoeg is om de strategische doelstelling van een organisatie te bereiken. Voilà. Dag Thomas. Hallo, no pressure. <laughs> Gelukkige verjaardag. Dankjewel. Want dank het wel. is feest, hè? Ja, inderdaad. Je ja, hebt hier al mijn boterkoeken en chocoladekoeken lopen zwieren. Ik ben er eigenlijk nog tot op heden nog altijd van afgebleven, omdat die blus er anders niet meer zo zou uitzien waarschijnlijk. Na de opname. <laughs> Na de opname ga ik volledig los, voilà. <laughs> Goed, maar je hebt, er, je hebt er zin in? Zeker, zeker en okay. vast. Yes. Okay. Laat ons beginnen met de, met de uitdaging waar elk bedrijf voor staat: werk anders organiseren. Dat talenttekort wereldwijd beknot dat eigenlijk groei van organisaties. En als je dat tekort wil aanpakken, ja, dan kun je ofwel gaan uitzoeken hoe dat je met dezelfde mensen meer kan doen, of je kan werk anders organiseren en vertrekken van de skills in plaats van functies. Re-architecting work, ik vind dat heel mooi omschreven. Wat bedoel je daar concreet mee en vooral hoe begin je daar dan aan? Mm. Um, misschien eerst, hè. wat bedoelen we daarmee? Um, als je traditioneel gaat kijken, de, de, de rolbeschrijvingen, de, de functiebeschrijvingen, is vaak een all or nothing. Mm -hmm. uh, een hele race van opleisting, en die lijst is over de jaren heen verder gegroeid, want um, uh, Jan of uh, Frederike hebben die job gedaan, dat groeit aan en op het moment dat die persoon vervangen moet worden, want die weggaat, pensioen of een andere job, Um, dan wordt er gekeken wat heeft hij of zij gedaan en wil een exact hetzelfde profiel. Ja, dat is makkelijk hè? Dat is heel <laughs> makkelijk als je die vindt, maar dan... Uh, we gaan nu niet over reward ingaan, nee. maar die functie moet ingevuld worden. Je vindt die bijna niet. Nee. Um, en als je al iemand zou vinden intern, dan betekent dat er ergens anders een leegte komt. Mm -hmm. Dus vandaar die all or nothing is heel, ik zal maar zeggen, heel historisch gegroeid. En op de modaliteit van hoe het werk nu in elkaar zit, niet echt realistisch. Dus mm -hmm. wat we bedoelen met re-architecting work... Effectief gaan kijken, value, outcome, wat is eigenlijk de bedoeling dat de persoon die een bepaalde rol heeft ingevuld of zal invullen, wat wil hij of zij bereiken of wat wil de organisatie bereiken met die rol? Mm -hmm. En wat ga je zien is dat die rol op zich qua value en qua outcome niet zozeer gaat veranderen door de tijd heen. Ik zal zo meteen een voorbeeld geven. Mm -hmm. Maar de taken onderliggend, die veranderen wel. Ja. En die veranderen door de disruptie van bepaalde technologie, uh, automatisatie of gewoon een andere uh, voorkeur van wat de persoon graag doet mm -hmm. of kan. Uh, als we kijken naar de servicetechnieker uh, bijvoorbeeld, uh, die aan de assemblagelijn staat of die onderhoudsmechaniek moet doen. Als we 20, 30 jaar geleden keken, dat was een persoon in de overal vol olie, effectief met de moersleutel van alles uh, mm -hmm checken, uh, diep gaan in het machine en verder uitwikkelen, maar de, de essentie is nog altijd het machine maken, in elkaar steken of opknappen. Mm -hmm. Nu, robotisering, automatisatie, dat gebeurt nog altijd, maar de dirty work is dan waar je machine. Yeah. Maar je hebt nog altijd dezelfde kennis nodig om dezelfde outcome en value te creëren. Een, een machine die werkt, een mm -hmm. machine die terug op, uh, operationeel is. Wat verandert er wel voor de persoon? Een meer monitoring rol. Uh, gaan kijken naar hoe loopt de machine? Is de checklist oké? Okay? Yeah. Dus onze de essentie van rearchitecting work is effectief kijken naar wat is de outcome, wat is de value? Hoe geraak je daar en hoe geraak je daar inderdaad taken die mm -hmm. mensen moeten doen. En het is eigenlijk op dat niveau, die takenniveau, dat je moet gaan kijken, oké, okay, welke skills, vaardigheden heb je nodig om taken uit te voeren? Yeah. En ik denk dat is een beetje de um, dissonantie met de hele profielbeschrijving. Mm -hmm. wordt van alles op één hoop gegooid uh, en op de duur is het niet meer realistisch. Hè. Dat veel... iemand überhaupt zoiets allemaal kan. Kan doen, oh, ja. ja, ja. Hè, dus de, um, iedere persoon is uniek, zeggen we toch mm -hmm. altijd graag mm -hmm. ook in het jaar. Um, maar dan verwachten we toch wel dat iedereen zomaar 100% gelijkaardig mm -hmm. vervangbaar is. Nee. Dus dat klopt eigenlijk nee. niet. Mm -hmm. En het is daarop dat we met Rear Detecting Work willen inzoomen, uh, veel dieper gaan. Ja. En, en hoe begin je daar dan concreet aan? Wat moet ik mij daar dan bij voorstellen? Hmm. Ik denk een, een eerste, en dat is ook een, de trend die overal zit nu in, in HR, we gaan straks nog op het dataverhaal terugkomen, ja. is, je hebt het al aangekaart, de notie van skills. Mm -hmm. um, dieper ingaan en ik kan dat automatisch doen, gaan kijken welke skills zijn er nodig om bijvoorbeeld een job te doen. Maar ik kan het ook meer vanuit hè, de typische functieclassificatie. Mm -hmm. Ik ga teruggrijpen naar het operatione operationele voorbeeld van de servicetechniker. Alles is zeer mooi uitgeschreven: Doet tak A, B, C, D. Voor de meer white-collar populatie gebeurt dat eigenlijk veel minder. Het zijn meer fluffy beschrijvingen van verantwoordelijk voor A, verantwoordelijk voor B. Mm -hmm. Je moet dat managen. Maar mm -hmm. wat dat dan inhoudt en hoe dat je dat moet doen, God knows. Mm -hmm. um, en effectief, hoe begin je daarmee? Ofwel op een geautomatiseerde manier? Hè? En daar ga je nog altijd moeten verfijnen. Daar komen we subit op terug. Uh, straks op terug. Maar mm -hmm. um, daarnaast, misschien nog belangrijker, is effectief met de vakexperten, de mensen die de job doen, goed gaan kijken. Wat houdt die job nu in? Welke taken doen wij? Ja. Uh, we mogen niet geen schrik hebben om nog altijd ja, onze handen vuil te maken, om diep te spitten. Wat betekent het nu? Ja, wat die job ja. inhoudt? En puur, het klinkt heel... Uh, uh, heel logisch, maar nog eens goed nadenken wat de job inhoudt, reverse engineering. Mm -hmm, mm -hmm. Um, want er zijn heel veel zaken die groeien over uh, over termijn heen. En uh, ja, waarom doen we dat zo? Ah uh, ja, omdat mijn voorganger dat zo geleerd yeah. heeft. En we weten niet van waar dat komt. Dus dat gaat over kleine afspraken, kleine uh, handelingen die op die manier gebeuren. Misschien uh, een concreet voorbeeld, waarom uh, bakken we uh, cakes van maar 40 centimeter en niet 50? Omdat de ovens zoveel jaar geleden niet Groter waren dan 40 centimeter. Maar dan is de vraag met nieuwe technologie, het is dus een triviaal voorbeeld. Ja. Moeten we daaraan vasthouden? Nee, 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 nee. Let's take a step back. En ik denk ja. dat onze verantwoordelijkheid is, als mm -hmm. daarom architect. Ja. Uh, dat is ook geregelijk, een, een, een verandering qua stijl, mm -hmm. We mogen we dat ook doen. Iets uh, okay. over nadenken. Oké, okay, absoluut. Zeggen dat uh, het verhaal van talentenkoord, reskilling, upskilling, ik zei het net in de inleiding, het is geen HR-aangelegenheid, het is een business performance-vraagstuk. Um, dat is dus zeker niet alleen van HR kan vertrekken. Waarom niet? Misschien dat je daar toch nog wel even dieper op ingaat, om dan wat te motiveren. En dan, ja, wie gaat het dan oplossen? Hoe gaan we er dan mee aan de slag? Sowieso, ik denk HR blijft een belangrijke rol spelen, maar als facilitator. Hè? Ja. Het werk wordt uiteindelijk uitgevoerd door de mensen zelf. Mm -hmm. HR heeft altijd een supportrol gehad, dus dat betekent ook dat de mensen die een job uitoefenen zowel met HR in contact komen, maar ook ja, met hun business line. Mm -hmm. En wie kent de job beter dan de mensen die het uitvoeren en hun leidinggevende? En ik denk de grote valstrik is dat HR te ver afstaat van mm -hmm. het werk, tegelijkertijd ook dat zij misschien te nauw betrokken worden vanuit een coachingperspectief en ja. het is die een balans die juist gehouden moet worden. Wat betekent dat concreet? Dat we um, moeten zorgen, vanuit een business performance perspectief, dat HR uh, wat wij omschrijven als een, een framework aanbieden, freedom mm -hmm. within a frame. Yeah. Dus een mooi voorbeeld is een skill taxonomie. Um, mm -hmm. HR zegt, oké, okay, kijk, we gaan de business in dit kader steken. Dit zijn skills, dit is een vaardigheid, continuum, proficiency levels, dat willen we jullie meebrengen. En jullie kunnen zich hierop baseren. Maar mm -hmm. beste business, jullie vullen het in. Ja. Dus, jullie verantwoordelijkheid, wij gaan niet pretenderen dat wij de job kennen. Mm -hmm. Dus, dat is voor jullie, maar wij bieden wel uh, een kapsel. Daarom die freedom within a frame om toch genoeg vrijheid te geven, ja. maar ook iets om op terug te vallen. Uh, want dat is ook vaak wat er ontbreekt: uh, dat de business wel kijkt naar een houvast van iets jaar, maar dat niet heeft. En wat gebeurt er dan, zeker in de grote organisaties? Wildgroei tussen teams, tussen business units. Ja. En misschien uh, dezelfde job die regionaal uh, wordt ingevuld op een licht andere manier. En als we dan gaan kijken op globaal niveau, wordt de job totaal anders ingevuld, andere mm -hmm. verwachtingen. En dat is een gemiste kans. Absoluut. Want eigenlijk, ja, laat daar iets jaar het schieten om mee standaardisatie te voorzien. En standaardisatie leidt tot optimalisatie mm -hmm. en business performance. Ja, ja, maar dus ik hoor je ook zeggen: framework. Freedom within a framework. Dat vind ik ook wel yes. belangrijk. Want standaardisatie, dan denk ik direct van. oei, moet je moet die mensen dan allemaal. Maar ik snap inderdaad wat je bedoelt. Dan gaat als, als er gaat inderdaad. Als er afdelingen zijn die eigenlijk bijna hetzelfde doen. Ofwel regionaal of, of bovendien, Dan gaat er gewoon heel veel tijd en nee. geld verloren. En um, alles behalve efficiënt. Daar komt het eigenlijk o, ja, Maar het is, het is dus inderdaad wel de nuance. Hè? Dus efficiëntie, optimalisatie. Ja. heeft ook een negatieve weerslag. Dat ja. is zeker niet de bedoeling. Nee. Maar het is de. Standaardisatie vanuit transparantie en ja. geruststelling. Ja. En geruststelling ook. Um, we kennen allemaal het Peter's Principle. En bijvoorbeeld ja. de ingenieur die doorgroeit een zeer goede ja. ingenieur is, maar als teamleader nog een capaciteiten zoekende is, zo mensen hebben ook graag een goede hoofdvast. Mm -hmm. En voor mij is dat de essentie van ja. HR. Dicht genoeg staan met de business, ja. maar zeker niet proberen te pretenderen: we know it better than you. Nee. Want dan, vandaar komt de negatieve reputatie, soms, denk ik, mm -hmm. dat HR te ver afstaat of gewoon de business niet begrijpt. Ja, heel helder, dankjewel. Nu, als HR de business dan wil ondersteunen, had je mij ook uh, gezegd dat ze dat dan best doen door teams te ondersteunen, omdat de performance van een bedrijf uiteindelijk een teamlogica volgt, team leidt dans. Hè. Hoe kan HR dan die teams best ondersteunen? Hm. Dus ik denk, die freedom within a frame ja. haakt daar al een beetje op in. En ook vanuit het begin wat we zeiden, het work re-architecten, niet meer kijken naar de traditionele rollen, want wat ga je doen? Je gaat gaan zeggen, oh, een team bestaat uit rol A, B, C, D. Dat betekent, elke rol heeft een mooie opleisting, dus ook een mooie checklist. Hij of zij moet daaraan voldoen. Dat betekent dat vanuit het de schakelprincipe, elke persoon als het ware zou kunnen afgerekend worden op zijn of haar performance. Dus die, de hele re-architecting-werk betekent ook, zijn mensen beter of doen zij graag liever bepaalde taken, terwijl een andere collega dat niet doet. Ja. Terwijl als ze alle twee eigenlijk... theoretisch gezien dezelfde job en rol hebben. Waarom zou je dan van uh, alle twee de mensen bijvoorbeeld Excel-vaardigheid verwachten? Mm -hmm. Terwijl een van de twee personen daar beter in is. Ja. Dus waar wij een groot, uh, grote voorstander van zijn, is zogenaamde uh, missie uh, KPI's. Mm -hmm. Dus vanuit een, een teamdoelstellingen ja. die eigenlijk niet haalbaar zijn op persoonlijk niveau. Maar niet, wel op team niveau, ja. inderdaad. En ja. dus dat gaat het niet over gigantische sales-targets ofzo, of, zo, of mm -hmm. output. Uh, want dan zouden sommige mensen zich misschien ook dood willen werken. Dat is niet. En we willen niet taylorisme gaan opschalen nee, nee, nee. tot in het extreme. <laughs> uh, maar we willen wel zorgen dat ja, die soms is een forced samenwerking nodig. Zodanig dat dat eh, ook een patroon wordt. Ja, ja, ja. En dat we eigenlijk loskoppelen van ja, persoonlijke druk ook. Ja. Uh, zodanig dat we veel meer meaning en fun terug in het werk brengen. Want ik denk, zowel door de originele rollen en dan de performance cycle daar rond. Je komt in die pure output-prestatiedruk, uh, maar output is ook maar output. Het is outcome to value ja. uh, die we terug meer moeten zeker, bereiken. Zeker en vast. Nu, dat werk anders organiseren op een heel... Krappe arbeidsmarkt. Eigenlijk is dat de, de uitdaging. En in plaats van die oude recept van u inderdaad daarnet zeggen: van het is niet omdat we het altijd al zo gedaan hebben dat dit de manier is dat we het moeten blijven doen. Het is dus in plaats van dat te blijven doen, gaan we beter op zoek naar andere manieren om dat werk anders in te richten. En in plaats van ons te baseren op upskilling en reskilling als er een medewerker vertrekt, hoor ik je dan eigenlijk bijna zeggen dat dat werk een stukje uit elkaar gehaald wordt. Dat het als Toen mij dan bijna denken aan Lego-blokken: dat je een huis hebt gebouwd en je haalt de Lego-blokken eigenlijk uit elkaar en als er dan een aanwerving is of een interne verschuiving is dat niet die persoon er vervangen wordt maar dan eigenlijk uh, het, het werk dat die persoon nee. deed ik vind dat heel aannemelijk klinken ik denk iedereen vindt dat heel aannemelijk klinken aantrekkelijk, dat willen we allemaal maar het, het, het lijkt mij wel vrij mathematisch Zo van, eh, ik zeg de legoblokken halen voilà, we, we schuiven wel, we bouwen een nieuw dingetje hoe doe je dat in de praktijk? Ik heb ook een mathematische achtergrond, maar ik zal daar niet op ingaan. Voor u is dat ongetwijfeld crystal clear. Nee, maar ik, ik zou het graag vanuit het Lego-principe uitleggen. Okay. Um, als ik mag. Je hebt een Lego-set, maar op het moment dat bijvoorbeeld een bepaald onderdeel verloren gaat van die set, ik heb ook kleine kindjes, je kan eigenlijk bijvoorbeeld het kasteel of de auto, je kan het niet meer bouwen. Mm -hmm. Is die Lego-set dan niet meer nuttig? Nee, uiteindelijk niet. Want het leuke aan Lego is, je kan alles uit elkaar halen. Mm -hmm. en je creativiteit gewoon de vrije loop laten. Ja. Dus de hele essentie is van laat ons kijken wat zijn de taken? Wat moet er eigenlijk allemaal gerealiseerd worden en kunnen we dat gaan anders in elkaar zetten? Is dat zeer mathematisch, gewoon een, een voorbeeldje. Er gaat iemand weg, iemand met 20 jaar anciëniteit in het job. Wat zou eigenlijk de, de, de reflex moeten zijn intern is niet gewoon oké, okay, we gaan die persoon vervangen. Die persoon deed dat, dus die moet ook de nieuwe persoon moet al die zaken kunnen. Mm -hmm. Liefst iets goedkoper, iets minder anciëniteit en hebben een beetje winst. Dat willen we niet doen. Eigenlijk zou de reflex moeten zijn: van oké, okay, kijk, dit was wat de persoon deed, laat ons theoretisch twee vacatures opmaken. Wat zou de persoon moeten kunnen als die van extern komt? En dan gaan we effectief mm -hmm. kijken over vaardigheden, van het skills die de job in vanuit een taakniveau verwachten. Yeah. Maar laat ons ook diezelfde oefening bekijken: van ja, wat is het verschil nu als we iemand intern vinden? Yeah, yeah. Omdat de, er is een zeer krappe arbeidsmarkt en dan is de vraag, ja, hoe hard kan je inzetten of ja, hoeveel energie wil je steken op het, het zoeken naar hè, wat we noemen de unicorn, waar mm -hmm. iedereen naar aan het zoeken is? En kunnen we niet beter gaan kijken naar ons huidig uh, sociaal kapitaal, om het zo te yeah. zeggen, onze human capital, uh, om die op een ja, meer efficiënte, maar ik mm -hmm. niet negatief in te zetten. Yeah. Want ik, er wordt nog te weinig, vind ik zelf, te weinig. Meerwaarde gezien in de mensen die al langer in een organisatie zitten mm -hmm. en eigenlijk de hele, ja, de, de, de hele ervaring of de, de context van de huidige werkgever kennen. Ja, daar zit een gigantische meerwaarde in. Ik, ik mag hopen dat men daar wel al van overtuigd is, maar het brengt veel met zich mee, omdat als je dan mensen begint te verschuiven, dan creëert je weer nieuwe en dan, dan blijf je precies. Maar ik vermoed dat daar misschien ook een, een knelpunt zit. Ja, waarschijnlijk wel, maar ook dat is een, een, een assumptie die wij nemen, mm -hmm. maar ook gebaseerd op het werk dat we zien. Dat is inderdaad de eerste reflectie. Ja, maar daar gaan we ergens anders de gaten slagen. Yeah. Maar als je dan eigenlijk zou inzoeken van waar komen die gaten? Ja, die gaten komen omdat we nog altijd denken in de hele rolbeschrijving. Ja, die traditie, ja. Ja, ja, ja. En als je zou gaan kijken naar wat doen mensen nu? En je zou naar de theoretische rolbeschrijving kijken en wat doen de mensen nu? Ik zou wel graag eens de oefening willen zien hoeveel yeah. mensen effectief doen wat er in de theoretische rolbeschrijving staat en wat niet. En ik denk mm -hmm. dat er heel veel meer uh, niet standaard Lego sets bestaan dan de, de traditionele wat je or, origineel in de, in de winkel koopt. Yeah. Mooie beeldspraak eigenlijk. Ik, ik zie uh, ja, als, als, we het zo, uh, als we het zo verder uitwerken. Nu, We hebben in HR niet alleen de neiging om ons zo wat te beperken tot vertrouwde processen, waar we zo wat ingerold zijn en moeilijk uitgeraken. We vertrekken ook nog wel wat te veel vanuit HR. Uh, als we dat werk anders willen helpen organiseren, dan gaan we dat bedrijf echt wel beter moeten leren kennen, beter moeten willen uh, leren kennen. En dan klinkt het zo vrij negatief. HR is te veel met HR bezig. Wat kan volgens jou een HR professional dan concreet doen om een bedrijf beter te leren kennen, om, om het bedrijf waarvoor dat ze dan werken beter te leren kennen? En, aansluitend sluitend daarbij, vind je dan dat dat een opdracht is die vooral bij de HR director ligt, of dat dat eigenlijk een opdracht is die elke HR professional gewoon heeft? Punt. Hm. Um, als ik voor mezelf spreek, ik vind dat dat een opdracht is die bij iedereen ligt. Mm. Um, en in mijn vorig werk werkte ik op een central HR... Dus ik deed payroll en uh, HR reporting. En ik heb daar, uh, ik deed zowel de blue collars als white collars. En ik heb uh, een week meegelopen in een uh, full continu systeem aan de lijn. Mm -hmm. Om te snappen: oké, okay, wat is dat hier, assemblage? Yeah. Ik ben geen ingenieur, I have no clue, maar ik wil het weten. Yeah. En ik zorgde er ook voor dat ik elke week onsite in de shop zat voor mijn werk te doen. En niet daar in de, letterlijk de toren waar yeah. central HR en de andere supportdiensten zaten. Dus als ik vanuit mezelf spreek, puur begrijpen waar zijn we mee bezig, helpt niet alleen voor jouw eigen um, commitment met het bedrijf mm -hmm. en, en wellbeing. Echt, ja, om het duur had ik ook het gevoel van, ik ben mee aan het bouwen aan die machines. Ja, ja. Waarom? Ik weet wat de mensen doen, ik begrijp het ook als er andere problemen zijn. Ik kan alles in context plaatsen. Mm -hmm. En het helpt ook om de, ja, de, de band beter te maken tussen ja. HR en de business. En in the end, als HR... Meer weet waar de business mee bezig is, gaat business sneller uitreiken. Gaat ook HR als een meer ja, mature uh, domein zien. Mm -hmm. En gaat dat ook impliciet tot betere business performance leiden, want we zitten niet op twee aparte eilanden. Nee, ja. En de vraag, moet dat dan vanuit de HR director alleen komen? Ik vind het van niemand, want dat is een zeer ja, hiërarchisch patriarchale mm -hmm. ja, vraag ja, of absoluut. matriarchale vraag. Ideaal komt dat van iedereen. En ik denk mm -hmm. dat het iets is dat we. Uh, practice what you preach. Uh, dus leading by example, maar yeah. catchwoorden te gebruiken. Ik denk het is ideaal als het vandaar komt, maar als mensen geïnteresseerd zijn, uh, zou ik zeggen, doe dat zeker, want er is zoveel nuance per industrie, per organisatie. HR is niet overal hetzelfde. Mm -hmm. um, mm -hmm. En dat is denk ik een, een blind spot voor veel mensen, dat je die effectief begrijpt, waar, waar zijn eigenlijk je ja, collega's, yeah. toch allemaal dagelijks mee bezig? Yeah. Uh, ja, ik, ik had de vraag inderdaad bewust nogal scherp gesteld. In de hoop dat je het antwoord zou geven, <laughs> dat je hebt gegeven, natuurlijk. Want ik, ik uh, ben daar persoonlijk wel volledig akkoord Maar ja, Ik vind het een opdracht van niet alleen elke HR-medewerker, van elke medewerker dat het bedrijf waarin dat je werkt, dat je daar een interesse in hebt, mm. dat, dat je dat je weet waar dat, dat bedrijf mee bezig is, op dat je het beter zou kunnen begrijpen. En om het dan op HR te trekken, je gaat als je het beter verstaat, ga je ook beter de problemen die zich stellen kunnen vatten en, hmm. en, en ja, het, iedereen wordt er uiteindelijk beter van het haalt frustraties weg, dus ik ben heel blij dat je dat antwoord hè, ook uh, hebt gegeven en ik wil hopen dat veel mensen hetzelfde denken als je. Ja, ik, ja. ik hoop het ook. <laughs> uh, we moeten het ook over data hebben, je hebt mij daarnet al beloofd, want ik ga daar straks iets over zeggen <laughs> en ik heb dat onthouden. We vertrekken nog te veel van hoe we die data willen verzamelen en dan vooral welke barrières dat we daarbij zien, hmm. in plaats van waarom we die data willen verzamelen. Vertel eens. Um, laat ons wel positief beginnen in de zin van, HR is inderdaad wel laat op de vijf. Mm -hmm. Als we kijken naar de andere domeinen, maar we zien toch ook wel een mooie trend aan. HR, ja. HR analytics, people analytics, waar ik zelf ook in zit, is enorm aan het, het groeien. Mm -hmm. um, de grote valkuil met data en analytics is wel dat we, we noemen dat een, een vis-expeditie. Um, mm -hmm. Dat je eerst heel veel data gaat verzamelen om dan een beetje te gaan hengelen. Wat is er mogelijk interessant? Yeah. Wat zouden we eruit kunnen gaan halen? Misschien vinden we wel iets leuk. En dat is eigenlijk ja, een gemiste kans, zeg maar, om zeer concrete vragen op te lossen. Mm. Um, mijn achtergrond als data scientist speelt daar ook in mee, natuurlijk. Uh, als data scientist zelf, en dat is ook een uitroep naar de HR community, om die mensen te behouden, want daar is een mm -hmm. grote waar voor talent toe, geef die mensen concrete uh, insights, vragen. Mm. En ik denk dat daar meer op gefocust moet worden. Er zijn veel tools, uh, veel uh, ja, hype rond... Dit of ga met die start-up in zee mm -hmm. en je gaat meer insights hebben. Ja, maar insights voor wat? Ja. Ik denk, vanuit dit jaar moet er nog altijd een agenda zijn. Mm -hmm. En ik zelf heb een beetje een, een romantisch beeld, denk ik. Als in de, een dus... romantisch beeld van data. Wee, mm. Ja, <laughs> Oké, okay, maar vertel, benieuwd. Van, van data is misschien Nee, <laughs> ja. een nerdbeeld, zal ik ja. daar omschrijven, mm -hmm. maar. Uh, ik geloof in de toekomstige CHRO, uh, dat die op hetzelfde niveau staat als de CIO en dergelijke, in de zin van een OBA War Room, net mm -hmm. zoals een marketeer, ja, effectief ja. een overzicht hebben van hoe staat het met de mensen? Um, ja. en hoe zit het met onze huidige ja, resources? Mm -hmm. Maar dan in de positieve zin van wellbeing, maar ook hoeveel mensen hebben we nodig? Um, een voorbeeldje, als je in de mining industrie zou werken, mm -hmm. um, mining... Um, de de, of het werk wordt uitgevoerd in de mijn, is heel nauw gecorreleerd aan de weersvoorspelling. Dus je zou bij wijze van spreken kunnen gaan kijken. Ah ja, oké, okay, de weersvoorspelling ziet er zo uit. Dus we weten eigenlijk dat er de komende weken, bijvoorbeeld, minder gaat gewerkt worden. Mm -hmm. Hoe gaan we dat gaan opvangen? Okay. De HR moet zich niet beperken tot puur de, de processen waarvoor HR gekend staat, maar meedenken. Business performance. Ja, ja. Again. Hoe kunnen wij onze. Ja, organisatie en onze werknemers ons meest kostbare bezit, zeg mm -hmm. maar. Uh, bezit. Um, hoe kunnen ja. we dat op een zo efficiënte manier opvolgen? Want wat is het eerste wat een marketeer of een salespersoon doet als hij inlogt? Kijken hoe zat het met mijn klanten? Wat ja. kan ik doen? Met wie moet ik inchecken? En dat is voor mij meer de essentie van, HR, uh, van data gebruiken mm -hmm. in HR. Niet gewoon kijken wat zouden we kunnen doen, maar wat zijn onze verantwoordelijkheden en welke inzichten willen we genereren? Ja, ja om eigenlijk niet in zo'n reactieve modus te moeten zitten, maar eigenlijk te kijken. van... ja, ik vind die, die, die link met de weersvoorspelling. Kijken van wat gaat er gebeuren? Wat komt er op ons af de komende jaren. En als we dan terugkijken, wat betekent dat voor onze populatie? Waar, gaan we, waar gaat het beginnen spannen? Hè, wat, wat, wat moeten we intern ontwikkelen? Wat, wat, welke skills gaan we moeten aantrekken? Zoiets bedoel je ja, dan. Eh, eh. Want ik, ik denk. He, Iets jaar, ja, waarom komen mensen vaak daar naartoe met concrete mm -hmm. vragen als ze met iets vastzitten? Ja. Of soms ook positieve gebeurtenissen, maar ook ja, problemen. Um, en dat is zeer reactief zoals je zegt. Mm -hmm. En ik denk dat als we echt die stap op willen maken, daarvoor is data de grote facilitator. Dus ja, ja. Romantisch was misschien het verkeerde woord, maar uh, ja. een beetje romantiek kan geen kwaad. Nee, absoluut. Een beetje romantiek kan zeker geen kwaad, maar ik denk dat een heel mooie... Uh, um, is ambitie dan het woord? Uh, ja. Een toekomstige rol, een, een ambitie die HR wel wat meer mag, mag hebben en zich wel mag gaan rechtveren om uit die momenteel nog iets te reactieve rol soms uh, te geraken. Um, nu, de focus lag vroeger heel erg op de R in HR, dus resources. Uh, veel te weinig op de H. Momenteel vind ik is het helemaal andersom. De mensen, kapitaal... Uh, en dat is goed, die focus op de mensen, op die human, maar dat mag eigenlijk niet ten koste gaan van de aandacht op de resources. Ik weet nog, we hebben daar op voorhand ook wel een aantal gesprekken over gehad, dat je daar toch heel, heel wat de nadruk op legde. Kan je daar nog wat uitleggen? Wat, wat bedoel je daar precies hmm. mee? Ja, is, ik ga de, hetzelfde blijven hameren ja. natuurlijk vanuit die business performance. Um, om het jaar op hetzelfde maturiteitsniveau te krijgen en uh, aan, aan de tafel te krijgen voor dezelfde gesprekken als uh, finance en dergelijke. Hmm is een bepaalde vorm van opvolging nodig. Dus ik denk het humane, iedereen is daar van akkoord, mm -hmm. Wellbeing, dat is high on the agenda, dat moet daar blijven. Maar het mag inderdaad niet ten kosten gaan van, we zijn nog altijd een business, mm -hmm. dus uh, performantie, maar uh, de juiste resources, genoeg resources. Dus we mogen niet vergeten, daarom ook data, de juiste check-in, opvolging, maar voor het ook, hè. strategic workforce planning, operationele mm -hmm. workforce planning, proactief ook daar gaan kijken, scenarioplanning doen, uh, hoeveel mensen hebben nodig, welke skills en capabilities. Heel die mindset, daar meer in krijgen. Dus die yeah. ja, resource managing als een, een goede huismoeder yeah. uh, of huisvader, dat is essentieel voor HR. Mm -hmm. um, en dus yeah. dat is inderdaad de resource managing wat ik denk toch essentieel is want zonder daar een goed management te hebben ga je automatisch niet meer humaan yeah. kunnen zijn. Nee, uh, dat is goed. een beetje de paradox. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. um, en het is dus jammer dat in, in de laatste jaren die die er een negatieve connotatie ah, wel, heeft gekregen. Ik vind het inderdaad, het is, het is, het is een negatief woord. Ja. En, ja. en de idee leeft dat je de twee niet kan combineren. Dat je moet kiezen. Maar eigenlijk hoor ik je net zeggen: van nee, je moet, je moet daar alle twee mee aan, aan, aan de slag gaan. En ze zijn zelfs gelinkt aan elkaar. Ook al klinkt het paradoxaal. Vat ik het zo. Wel, ja, samen? Wel, Daarom dat, dat wij zelf ook worden spreken over human capital. Ja. Capital is ook is nog altijd. Uh, een resource-achtig iets, ja. maar kapitaal heeft een waarde. Value ja. resources is, is veel meer een gebruiks- en utilitair. Ja, voorwerp. Dat je vervangt. Voilà. Ja, ja, en, ja. en kapitaal is effectief iets. Je investeert er zelf in en je krijgt er nog meer voor terug. En dat is de essentie. Ja. Dus die resources, misschien moeten we van dat woord vanaf. Ja, dan en heb dat... ik wel een dik probleem met mijn slogan It's a great time to be in HR. <laughs> Rebranding. Ja. Ja. Nee, 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 maar ik, 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 volg, ik volg inderdaad wat je, wat je zegt. Uh, het is minstens even belangrijk ook wat we daarmee bedoelen. En ik, ook daar wil ik positief zijn en, en geloven dat de meeste human capital professionals absoluut ervan overtuigd zijn dat mensen geen resources zijn. Ik denk allee, dat, dat, wel, dat dat wel duidelijk is. Oké, okay, veel informatie, veel inspiratie, een paar metaforen erbij, maar ik wil de podcast afsluiten, Thomas, met de ultieme wijsheid uit uw hoofd op de dag van uw verjaardag. Vertel, verbaas de wereld in Human Capital met uw grote inzicht. Verbaas de wereld. Dat is uh, veel druk om te eindigen. Of uh, informeer de nee, nee, wereld. Nee, nee, nee. inspireer nee. de wereld. Maar ik, ik denk, um, probeer, ja, probeer breder te denken dan uh, wat je gewoon bent in de job, uh, wat we geleerd hebben, uh, zowel in de opleiding als in de vorige jobs. Het jaar is zoveel mooier, zoveel breder uh, dan de standaard domeinen, processen die we gewoon zijn. En, uh, wees oprecht ja, zoekende en geïnteresseerd in het bredere verhaal van wat doet uw organisatie ja. voor mij is er een hele wereld open gegaan als ik aan die lijn heb zitten staan ja. zowel qua uh, respect onder andere collega's, veel meer interesse gekregen, veel meer ervaring opgedaan en ik denk door op die manier incrementeel daar meer interesse te tonen, ga je automatisch niet alleen een hogere commitment krijgen maar dat gaat impliciet ook tot hogere business performance leiden ja. En het gaat veel makkelijker worden om dan eh, ook het business case verhaal uit te werken, mm -hmm. want je wordt meer één met je organisatie ja, ja. of met je business. Dus ik denk, eh, we zijn zeker als Belgen vaak te, te gereserveerd ja. te of te bescheiden. En te bescheiden, bescheiden. Er... en te voorzichtig en te oei. Ja, ja. En, okay. en je zorgt van misschien om te eindigen, als je maar gewoon je open en kwetsbaar eh, openstelt en zegt naar collega's in een organisatie waar je zit van. Hé, hey, ik ben oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. Kunnen we samen zitten? Ik wil begrijpen wat jullie doen. Ja. Ik denk dat de meesten super blij zouden zijn Absoluut. dat iets haar daar oprecht in geïnteresseerd is. Oké. Okay. Dus. Ik vind dat een hele mooie inderdaad om, uh, om mee af te sluiten. Interesse tonen, nieuwsgierig zijn zit daar voor mij in, vind ik een heel belangrijk. Interesse yes. tonen in, in andere mensen en u daarbij voldoende kwetsbaar durven opstellen. Ja. Dank je wel dat ik in jouw hoofd mocht kruipen, Thomas. Ik hoop dat je het leuk vond. Zeker, een leuk verjaardagscadeau. <laughs> <laughs> Super, oké. Okay, maar kijk, misschien tot binnenkort nog eens. Dankjewel ook aan jullie om te luisteren of om te kijken. Vond je deze podcast fantastisch? Vertel dat dan natuurlijk aan zoveel mogelijk mensen verder. Heb je honger naar meer? Kan je natuurlijk altijd registreren op onze nieuwsbrief of abonneren op ons fantastische tijdschrift. En om af te sluiten: it's a great time to be in HR of in Human Capital. Jij mag kiezen. Tot de volgende!